Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, is in de voorbereiding om de Natuurbeschermings- en Jachtwet aan te passen. Dat zegt minister Roline Samsudin. De aanpassing van deze wetten is een van de maatregelen die genomen wordt om de jacht op en handel van beschermde diersoorten in Suriname te voorkomen. Binnen korte tijd heeft het ministerie 3 keer een rapportage gekregen dat de jaguar, die een beschermd diersoort is, wordt verhandeld. De wetten dateren van 1954 en moeten eerst aangepast worden naar de huidige omstandigheden voordat er streng opgetreden kan worden tegen overtreders. De controle blijft echter wel een uitdaging, zegt de minister. Maar u begrijpt, Suriname heeft een uitgebreid woud, uitgestrekt woud. En daar is de controle nog een beetje moeizaam, ja. Hoe zit het met Biggie Pan bijvoorbeeld? Er is vaker beklag vanuit Nikeri gedaan dat er wordt gejaagd op beschermde vogelsoorten en dat LBB niet goed geëquipt is om op te treden. Inderdaad is LBB niet optimaal equipped tegen dus de zaken die er zich daar voordoen. Maar wij zijn nu in verhoogd tempo bezig om de Bigipang aan te pakken, Bigipang. Het zit zo dat wij ook werken met andere organisaties zoals SCF en CI. En samen gaan we naar een structurele oplossing en een duurzame ontwikkeling voor Bigipang. Niet alleen, maar ook het uitgestrekt kustgebied, met name Galibi en Bramspunt. Een andere uitdaging waarmee het ministerie kampt is de onderbezetting bij de werkarmen Sinasu en Landsbosbeheer. Momenteel zijn er weinig veldwerkers die het werk willen verrichten, zegt de minister. Momenteel niet, maar met de ondersteuning van de SCF kunnen we en de NGO's gaan we dus, dat zei ik net, we zullen daar dan een structurele oplossing voor zoeken. Roline Samsudin, minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, over de maatregelen die getroffen worden om betere controle uit te voeren op overtreders van de Natuurbeschermings- en Jachtwet.